Nu Villa Velderhof. Bekende Nederlanders komen logeren bij Rik Velderhof in een landhuis aan de Côte d'Azur. Goedemorgens. Beatrice, hartelijk welkom. Dit zal een gedenkwaardige ontmoeting worden. Twee grote namen uit de Nederlandse showwereld. Musicalster Simone Kleinsma en onze nationale volkszanger André Hazes. Goedemorgen. Simone Kleinsma werd in de wieg al toegezongen door haar ouders, die beide lid waren van een operettevereniging. Het is daarom niet verwonderlijk dat Simone zich altijd heeft thuisgevoeld in de wereld van theater en muziek. Met haar warme persoonlijkheid weet ze altijd een sfeer te creëren waarbij iedereen zich prettig voelt. André Hazes, een gevoelige man met schuimend bloed en een gouden strot. Periodes van platina en applaus werden afgewisseld met tijden van leegte en pijn. Soms ging hij bijna ten onder, maar elke keer vindt André de kracht om door zijn eigen schuimkraag weer naar boven te zwemmen. André Hazes, de enige man die tegelijk David en Goliath is geworden. Dus één waarschuwing is eigenlijk de enige. Er staan hier dennenbomen met flinke dennenappels. Mag je niet roken hier? Nee, je mag absoluut roken. Maar die dennenappels die kunnen zo af en toe uit de boom vallen. En dat doen ze ook. Oh, voor op het hoofdje? Ja, voor op de hoofd. Ah. Oh, maar ik ben veerlijkap. En hoe groot zijn die hier? Ja, dat is een flinke den. Ja. Ja. Ik weet niet of je bijgelovig bent. Dat je... Ik ben zeer bijgelovig. Is dat zo? Ja. Ik ben zo bijgelovig, zeg ik. Je loopt niet onder de trap? Ik loop niet onder de trap. Een zwarte kat word ik gek. Ja. Ik treed nooit vrijdag de 13e op. Ga jij zo ver? Ja. Oh, ja. 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 Ik ga nooit vrijdag de 13e, stap ik in mijn auto. Ga ik nooit de deur uit. Ja, je mag nu de telefoon pakken en aan mijn kinderen vragen. Dat scheelt niks. Je gaat de deur niet uit zelfs, nee. Vrijdag de 13e. Je zou ook nooit op een huis nummer 13 gaan wonen. Oh, nee. Jij wel? Ja. Je hebt niet gedacht toen jullie het huis kochten van jongens, het is nummer 13. Je bent er nog niet. Natuurlijk denk je wel even, deuntje 13. Ja. Maar... Jij bent niet bijgelovig? Nee, niet echt. Maar je hebt wel bepaalde rituelen voordat je opgaat, bijvoorbeeld. Dat je denkt van ik moet altijd rechts van de spiegel. Maar dat komt omdat mensen dat zeggen tegen je. Dat je, als ze dat één keer heel hard tegen je zeggen... Als je je schoenen, zeker in theater, op tafel zet, roept de een... Oh, dat is armoe, weg ermee. En anders zegt het brengt ongeluk. Nou, dat wens je natuurlijk niemand toe. En als iemand het dan in het theater roept... Van, nee, dat brengt ongeluk voor vanavond. Nou, haal je die schoenen weg. Dus vanaf die tijd heb ik dat ook nooit meer gedaan. Heb jij rituelen? Ja, zeker. Ik heb een beeld staan, een moederbeeldje. In de gang. En geloof ik mijn linker over de linker schouder. Met je linkerhand over de linkerschouder van het Boeddha-beeld. Voordat je de deur uitgaat om naar het theater. Elke dag. Nee, elke dag. En sinds ik dat... Want zoiets moet je krijgen, hè. Zo'n Boeddha-beeld moet je krijgen, dat weet je. Dat mag je niet kopen. Nee. En sinds je dat gekregen hebt, dat is in... Nou, ik denk alweer een jaar of... Nou, mag ik zeggen... 7. En sinds die tijd gaat het me zo goed. Dat is ongelooflijk. Ja. En jij denkt echt dat het te danken is... Onder andere aan dat Boeddha-beeld. Ja, ik ga er in mee dan. Ja. Ik ga er echt in mee dan, ja. Hm. En ik heb toen het I Ching-boek gekregen en heb ik ingelezen. Van, als je in de problemen bent, dan kan je jezelf uit de problemen halen. Mm-hmm. Want je brengt jezelf in de problemen. Als je problemen hebt, dan heb je jezelf in de problemen gebracht. Dat kan niet anders. Maar je kan... Nou, de enige oplossing is om je er zelf weer uit te halen. Weet je, en dat vond ik zo sterk bij Boeddha. Dus er komt helemaal geen geloof bij voor. Of dat het is een levenswijze. Ja. Ja, en toen
toen ben ik zwaar veranderd in een hoop dingen van, ja, ik maak eigenlijk dit, maak ik zelf wel uit. Vertrouwen in jezelf ook hebben? 100%. Ja. 200%. Precies, als het slecht gaat, ligt het ook aan jou. Je hebt alles zelf in de hand. Dit is het. Ja, spijt me. Ja, die wil ik wel nemen, hoor. Dat kan nog net. Die is voor de rest van de week, hoor. Heb je zo'n pijn in je rug, toch? Hier ja, naar links. Hier naar links. Ik ga hier, oh jee. Goh, ik zit hier gewoon van. Je hebt een keuze, je kunt links slapen of rechts slapen. Ik ga mijn vrouw bellen waar ik mag liggen. Waar je mag liggen. Je badkamer is aan die kant. Het is wel opvallend dat jij de kleinste koffer hebt. Hoeveel? Ja. Hoeveel? Hier zit alles in. Ik weet niet wat ze allemaal mee. Koffer. Wat zouden we er toch in zien? Een andere is beneden. Kijk maar even. Het zicht zeg. Er zit mijn. Mijn andere helft, mijn wederhelft zit beneden. Hoe? Buf! Buf! Ja. Ben u daar? Ik ben hier. Jee, het lijkt echt. Hey. Maar je begrijpt dat dit balkon om een obade vraagt, hè, deze dagen. Dit vraagt om een... Obade, om een... Ja, ja, morgen of overmorgen. Ik hou je eraan, hoor. Oh, laat het doen. 1 jaar. 1 jaar, dat is eigenlijk. 1 kaarsje. En ondernemend? Ja, of ik ben op de tafel gezet, dat kan ook. Oh, dat het een pose is die... Ja, zat er vroeg in, hè? Jongen. Ja, het zat er heel vroeg in. Ja. Hoor André op de achtergrond. Een compaan. Ja. Heb je dat van jonge leeftijd al, dat je wilde optreden en succes zou willen hebben? Nou, ik ben niet een kind geweest die vanaf de 5e of 10e wist van ik moet aan het toneel of ik wil in een musical staan of... Dat had ik niet. Dat is pas veel later gekomen. Wat ik me wel nog kan herinneren is dat ik een hele grote fantasie had. Dat als ik dan alleen thuis was, dan was ik 10 jaar, denk ik. Dan zette ik de stoelen aan de kant in de huiskamer. En dan had ik een rode lap of zo. En dan zette ik een balletplaat op en dan ging ik dansen. En dan was ik de prins en de prinses en alles was ik tegelijk. En dan leek ik weer zo aan en weer. En je ouders stimuleerden dat of vonden die... Ja, die vonden, nee, die vonden dat leuk, want die deden natuurlijk zelf ook, die waren bij een operetteclub, DOS, de operettespelers. Mijn vader had een hele goede stem. Er werd veel gezongen bij jullie thuis? Met z'n tweetjes zongen wij heel veel, onder het afwassen en zo, en gingen we de parelvissers zingen. Klinkt heel gezellig. Dat was het ook. Het was een hele leuke vader. Je vader leeft niet meer? Nee. En die mis ik nog wel heel erg. En wat ik heel erg jammer vind, is dat hij mijn, doorbraak, dat hij dat gemist heeft. Maar wat voor steun zou je aan hem hebben, als hij er nu nog zou zijn? Nou, het was mijn maatje. Het was een beetje jongens onder elkaar. En toen zeker, toen ik jonger was, was ik een beetje een jongetje. Ik geloof ook dat mijn vader het liefst nog een jongen had willen hebben. Want ik heb een oudere broer, 8 jaar ouder dan ik. En hij noemde mij ook heel vaak Simon. En hij vond mijn kortgeknipte haar altijd heel erg leuk. Dus stiekem denk ik dat hij heel graag nog een jongen zou willen hebben. Die wel van voetbal hield. Ja. Weet je wel, mijn broer die houdt niet van voetballen. Dat doet hem niks. Dus het werd een maatje van mij. We gingen heel veel samen doen. En als ik dan weer zo'n huisje had, wat weer opgeknapt moest worden, een etage, dan zaten we met z'n tweeën, gingen we schilderen. En dan kwam hij weer in zijn overal. Dus nooit te veel. Hmm. Altijd, hij stond altijd voor me klaar. Dus je hebt ook een vriend verloren, ja. Eigenlijk? Niet ja. Alleen een vader? Ja, absoluut. En met je moeder? Mijn moeder is een vriendin voor me. En dat wordt er steeds meer, dat is het leuke. Lijkt je op je moeder? Qua karakter? Ja. Ja.
Ja, ik heb van hun alle twee heb ik wat meegekregen. Maar van mijn moeder heb ik... Ja, heb ik een beetje de kat uit de boom kijkerig. Weet je wel, ik zal me nooit... Als ik ergens binnenkom of zo, dan wacht ik even af en dan kijk ik even wat voor vlees ik in de kuip heb. Ik ben eigenlijk op dat moment ben ik heel verlegen. In een zaal vol mensen doe je dan niets. Dat is ook raar, hè? Maar ja, dat is anoniem natuurlijk. Dat is mijn opa. Oh, dat is jouw opa? Ja, dat is ook zo'n maatje. Je hebt het wel goed getroffen, ja. Hè, met de mannen. Ja, überhaupt hoor, altijd. Ja? Ik ben echt een mannenvrouw, zeg maar. Ja. Ik had veel met mannen gewerkt. Dat vind ik leuk. Ja. Ja, Guus. Ja. Een beroemd regisseur. Ja. Jullie hebben elkaar ontmoet door het werk? Ja, in het eerste jaar hadden we ook niets, maar we konden erg lachen met elkaar. Maar dus de humor was al een basis? De humor is absoluut een basis, ja. Wij hebben echt hetzelfde, hetzelfde soort humor. En door de jaren heen is het alleen maar gegroeid. Ja. We hebben een half oogje hebben we genoeg om... Veel te weten. Ja. En ik hoop dat er... Dat we echt oud worden met elkaar, ja. Dat klinkt goed. Ja, het is ook goed. Het voelt ook heel goed. Liggen mooi, die mensen. Lekker rustig. Het is toch wel belangrijk waar je begraven ligt, niet? Nou, ja, dat lijkt me wel. Ja? Heb je daar een idee over? Ik heb bij mijn notaris vastgesteld dat ik met een raket de lucht in ga. Mijn as. Je as moet met een raket de lucht in? Gewoon met een vuurpijl de lucht in. En dan knallen, is het afgelopen? Ja, dat is overgaan. Ja. Het is wel mooi. Het is wel definitief in ieder geval. Ja, ja. Denk jij dat je nog terugkomt dan? Nee, maar ja, je bent al aardig op weg. Nou ja, je hebt wel een voorsprong. Juist. In de richting, hè? Dat bedoel ik. Dus ik heb daar, dat kan tegenwoordig, dus ik heb daarvoor gekozen. Ik zeg, ik wil gewoon op de Noordzee. Dat... Al de wel mensen, boven zee? Al de mensen, hè? Boven zee? Boven de zee. Heb je dan ook nog een bepaald soort pijl in je hoofd? Met kleuren? Nee, nog niet. Maar dat komt wel. Nee, maar dat kun je dus ook nog bedenken. Dat je zo... Zo'n oh-pijl. Ik ben met een bepaald merk bezig. Ja. Of een... Nee, inderdaad. Ik begrijp wat jij bedoelt, man. Een duizendklapper. Een duizendklapper, ja. Heb je eigenlijk foto's meegenomen uit de tijd dat je klein was? Jong. Ja, ik zou het graag willen, maar die zijn er niet. Die zijn er niet? Nee, er zijn ook geen kinderfoto's van mij gemaakt. Maar er werd op verjaardagen ook geen foto's gemaakt? Ja, misschien wel, maar ik heb ze niet. En of ik stond er nooit op, of ik weet het niet. Het klinkt niet gezellig? Nee, nou, dat was het ook niet. Nee. Nee, dat klopt. In welk opzicht was het niet prettig? Gewoon, mijn vader had het moeilijk natuurlijk. Hè. Die moest ook een centje bij elkaar sappelen. Nou ja, mijn moeder moet voor 6 kinderen zorgen en je woont op 3 ogen in Amsterdam, hè. Dat eerlijk wezen. Het was niet allemaal echt heus wel gezellige dagen gehad, hoor, daar gaat het niet om, maar het was wel eens pijnlijk, het was ook wel eens keihard, hoor. Dat echt kroppig tijd uitbraken tussen mijn vader en moeder en toestanden. Maar daar was je ook getuige van, dat je vader en moeder elkaar sloegen? Ja, mijn moeder riep altijd... André bel de politie. Ja, dat ging niet jou. Ik kwam mijn maf en die pakte mijn kop en kont en die gepleurde me zo door de deur. En bel de politie, man, weet je wel. Maar ik was altijd de lul. Alleen, ik was wel het eerste buiten, dus dat vond ik wel wel lekker. Waarom moest je de politie bellen? Ja, omdat... je ouders aan het vechten? Ja, nou ja, dan wordt de hele boel werd gesloopt, ja. Ja. Is niet zo'n prettig gezicht, hè, voor kinderen om dat te zien? Nee, dat kan je wel zeggen. Nee. Nee. We waren heel bang. Toen ik 18 of 20 of 19 was, zei ik al u tegen mijn vader. Zo bang was ik voor hem. Ja? Heb je er wel eens met hem over kunnen spreken? Ja. Ja. Ik heb een paar dagen voor de dood van jou, ik noem me nou de ouder, heb ik dit soort dingen ook echt met hem kunnen bespreken. En ik voelde gewoon of als er iets...
alsof je een bondjas uittrekt, weet je wel. Dat, dat er iets van je lichaam af gaat. Mijn moeder hetzelfde, dat kan je niet beschrijven. Ben ik er toe gegaan en met haar gepraat. Kijk, ze maar zegt ze, Dree, ik ga dood. Nee, Dree, ga ik dood. Ik schreef zo'n brief, ze kon niet meer praten. Ze bij had ze zo'n ding in de keel, ze kon niet meer praten. Ik heb brieven thuis nog liggen. Ja, die wil wel door de grond heen gaan, als je begrijpt wat ik bedoel. En nog steeds begrijp ik niet waarom ze nou dood gegaan is. Mis je hem nog steeds? Mijn moeder, ja, nou, 100%. Ja, ik denk elke dag aan mijn moeder. Heb je er ook, met dat gevoel, heb je er ook iets mee gedaan? Want jij schrijft je eigen liederen. Ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment ook iets wil opschrijven. Hè? Dat je dat verwerkt in een lied. Nou ja, oké. Okay. Kijk, we hebben toen, mijn neef en ik, we hebben toen 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, de vlieger geschreven. En maar dat gaat over een echte vlieger op het strand, hè? De vlieger met die brief naar zijn moeder, hè? Weet je wel. Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Nou, en dat is nu dat ik. Dat, ja, overal waar ik sta, moet ik dat wel zingen. Ik moet dat wel zingen. Ik kom het toneel niet af of de vlieger moet worden, weet je wel. Dus, ja. Maar nu heeft het lied een hele andere betekenis voor maar jou. Maar voor mezelf heeft het ook een andere betekenis. Want als ik in Ahoy sta met een groot concert, dan gaat altijd een microfoon zo naar mijn moeder. En ik ben helemaal niet gelovig, helemaal niet. Maar er zal toch eens wat zweven daar, zo, denk ik. En dan sta ik zo met mijn microfoon zo naar die oude hangen, ja. Nou jongens, geweldig, eet ze. Bon appétit. Bon appétit. Heb je zelf wel eens gekookt, André? Ja. Ja? Ja, ik kan aardig koken. Ja? Ja, ik kan goed koken. Dus je zou er je brood mee kunnen verdienen? Ja, ik ben natuurlijk lichtmatroos geweest, hè. Lichtmatroos? Lichtmatroos, ja. Dan moest je voor het hele personeel van het schip moest je koken. Geestig, zeg. Ja. Maar hoe lang heb jij gevaren dan? Anderhalf jaar of zo. Ja, dat is echt zo, maar... Dat hoef je er niet te snijden. Nee? Mag met je handen. Dat mag met je handen. Ja. Normaal gesproken eet je niet zoveel. Ik ontbijt niet, dat heb ik gedaan. Middag eten doe ik ook nooit. Enkel 's avonds, ja. Als ik van mijn werk kom, eet ik pas. Dan pas? Ja. Dus je eet 's nachts pas? Ja. En overdag eet je niet? Geen ontbijt, geen lunch? Nooit, never. Ik zou gek worden. Ik moet zo maag lopen, ik moet lucht hebben. Alles moet vrij zijn. Ja, daarna mag ik in elkaar storten, dat maakt me niet uit. Maar ik wil voor mijn lievertjes. En mijn lievertjes bedoel ik, dus mijn fans. Maar wil ik alles gaan geven. Voor die fans heb je veel over? Ja, mijn dood. Je dood? Ja. Ja, zonder meer. Fans onderhouden mijn gezin. Fans onderhouden wat ik kan doen. Als ik een fans heb, zit ik niet hier. Begrijp je? Dus er staat heel veel tegenover. Nou, moet ik meer zeggen? Nee. Zes.
Welke droom staat nog open? Je mag niet zeggen, ik mag er even over nadenken natuurlijk. Ja, je mag alles zeggen. Ja. Misschien weet André het meteen. Ja, ik weet het meteen. Oh! Ja, zeg het maar. Dit. Oh, dat schip. Dit waar ja, ik op zit. Mooi, dat is voor mij het einde. Ik hoef niet meer. Nee. Dit is het. IJskastje vol en liggen op een plek zoals je nou ligt. En dan gewoon, ja. Dat is mijn. Ik zal mijn bril van zitten. Ja, dat kan ik zien. Kom misschien een beetje beter over. Mm. Maar dit is voor mij het. Ja, dit is mijn. De toekomst, het toekomstbeeld. Dit. Eén schip. Zo, nou, fantastisch. Schitterend. Ja, dan wil ik nog alles lakken ook. Dat doe ik zelf. Je past er ook wel goed op. Mm. Ik denk het. Staat je goed. Ik denk dat ik wel rijp voor ben of zoiets. Ja. Jij komt erop terug. Ik kom erop terug. Maar hij blijft wel open. Ja, hij blijft ook. Wat doen we goed hoor. Zonder de beurt. André, ja. Dat is goed. Oh, ik moet nu, hè? Ja. Gooi ook. Twee. Die is leuk hoor. Hoe is het? Ja? Oh. Nee, laat ik hem uiteindelijk zien. Wat is je zwakste kant? Dat is mijn zwakste kant. Ik ben af en toe zo'n lul dat ik doordraai in een hoop dingen. Dat ik dan de telefoon thuis weer ruzie heb en zo, weet je wel. Zo'n klootzak, dat is mijn zwakste kant. Hmm. Maar wat bedoel je met doordraven? Ja, dan draaf ik door voor mezelf. Dan zie ik het slot niet eigenlijk. Hè. Mensen moeten ook zichzelf op slot gooien, dus dat je gaat slapen of wat ook. Maar, hoe later bij wordt, hoe meer ik ga leven, hoe meer ik tot leven kom. En dat is wel eens wel rot. En dat gaat gepaard dan met drank? Dat gaat inderdaad gepaard met dranken. Maar gewoon dat je dan 's morgens wakker wordt en je denkt, oh, wat heb ik nou weer? Oké, dat is dan mijn zwakste kant. Toch zal ik elke dag verlauwen, dat had de zak in even licht. Ja! Laten, laten, laten mij aan de hand. Oh, laten, laten mij. Ik heb het altijd zo gedaan. Ah, shit. Dat is het mooie. Goed, schat. Voorlopig blijft er nog jouw zin. Jouw zwarte spaal, jouw kalfijn. Prachtig. Ik blijf al lang en liefst nog langer. Laat me blijven wie ik ben. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Kom. Laat me. Laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Oh, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Kun jij genieten van succes? Ja. Het is niet zo dat je denkt van ja, maar nu moet ik toch weer... Een stapje hoger doen? Bedoel nou, in ieder geval dat je het moet evenaren. Ja, dat gebeurt met de jaren als dingen lukken. En dan is het met een soloprogramma nog zo dat je... echt als jezelf wil staan en als dat dan even niet lukt of niet zo aanslaat... Ja. Nou, dat heeft me wel... Dat ik dacht, poeh, dat vond ik wel... Vond ik naar. Dat was voor het eerst dat ik een slechte recensie kreeg, weet je wel. Hoe diep raakt het je? Nou, het is niet zo dat ik er een dag kapot van ben, dat niet. Dat ik me op ga sluiten. Nee, dan ben je gek. Zover gaat het niet. En dan denk ik inderdaad, nou ja, het is één mening. Je kunt goed met tegenslagen en teleurstellingen overweg. Ja, ik geloof dat ik dat wel aardig kan. Ik ben niet zo gauw uit het veld te slaan. Mm-hmm. Wanneer was je wel uit het veld... geslagen? Echt dat je dacht van nou... Nou, dat was natuurlijk 3 jaar geleden. Toen ik een kindje verloren heb. In de 7e maand van mijn zwangerschap.
Dat is verschrikkelijk. Dat is echt, dat is, ja, dat wens je niemand toe. Helemaal hoe het gegaan is natuurlijk, want ik wist het niet dat ik zwanger was. Dus dat merk je pas na 4 maanden. Ja. En dan ben je 3 maanden zwanger en dan is het al heel erg. Nou, dat is onbegrijpelijk. Dat zet je leven, ja, niets is ook meer belangrijk dan. Dan is dat werk ook. Dat is niet eens 0% meer. Dat was niet belangrijk meer, niks. Maar ik vond ook niks meer leuk. Hoe oud was je? Ik werd 40. Je werd 40? Ja. Dus dan heb je iets van, nou, dit moet zo zijn. Dit is van hoge hand, dus dat zo beslissen. Nou, ga nu maar. Dat komt goed. Nou, dat gaat dan niet goed door iets. En dat heeft dat heeft erin gehakt. Echt ingehakt. Ik dacht, ik stop met het vak. Ik wil niet meer lollig doen. Ik ga naar Afrika en ik ga daar mensen helpen. Ik ben ook eens voor UNICEF naar Ethiopië geweest. Dat heeft toen ook met al die babytjes die doodgaan. Het was verschrikkelijk daar. Maar toen denk ik, ja, ik ga me nuttig maken. Dat malle gedoe van mij op dat toneel. Ik vond niets meer leuk. Weet je of het een jongetje of een meisje was? Meisje. Meisje. Ja. Heb je er ook een naam gegeven? Ja. Teuntje heet ze. Teuntje? Ja. Ja. Dus heeft nu een tuintje. Beetje gegeven. Teuntjes, tuintje. En dan ga ik. Het wordt nu iets minder gelukkig, maar in het begin ga je daar heel erg naartoe. En nu ga ik 1 keer in de zoveel tijd, wanneer ik er behoefte aan heb, ga ik daar eens even zitten. Ik ben blij dat het er is, plekje. Mm. Ja, het is het enige wat je hebt natuurlijk. Mm. Je wilt toch iets, ja, daar ligt een kind van je, dus dat verzorg je. Al is het op deze manier. Maar het heeft mijn leven wel veranderd, ja. Ik ben nog meer gaan relativeren, inderdaad. Van wat is nou echt belangrijk in het leven? Ja, precies. Ja. Nou, dat is het leven zelf. Wanneer heb je voor het laatst gehuild en waarom? Jeetje mina, waarom krijg je dat zo? wanneer heb je voor het laatst gehuild? Ja, dat was niet eens zo lang geleden, geloof ik. Met die boemanslag in Israël. Dus ik denk dat de laatste keer, ja, vannacht heb ik gehuild. Toen ik thuis kwam, ja goed, dat is al, nee. Maar, door de muziek was dat? Dan kan ik ook om janken, ja. Wat is die man gigantisch, hè? Mm-hmm. Dat mogen we best even zeggen, vind ik, in het programma. Ramse Shafi is fantastisch, hè? Ik ben meteen een hele grote fan van hem geworden. Wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Weet je dat nog? Ik heb 3 jaar geleden ben ik een beetje leeg gehuild, geloof ik. Dus echt heel hard gehuild heb ik de laatste tijd niet. Wat zou je willen veranderen aan je uiterlijk? Je zusje. Hebben we even. Nee, helemaal niks interesseert me, man. Nee? Maakt bij me niet uit. Maar echt niet? Hoe je eruit ziet? Nee, maakt me niet uit. Nee. Had je niet anders willen zijn? Nee, beslist niet. Dat meen ik het gewoon van mij niet. Nee, dat, Dit is het? Ja. Ik heb er succes mee. Punt 1, dus. Waar lullen we over, weet je wel? Ja, ik dan. Laat me. In principe laat me, ja precies. Ja, fantastisch. Dan komen we weer. Laat me, ja, laat me. Laat me mijn eigen gang begaan. Ik heb het altijd zo goed, ja. Ik heb het altijd, ja precies. Het is het mooiste antwoord eigenlijk. Deze lacht er nog, hè? Ja, welke droom? Welke droom heb je nog? Ja, ik zat erover na te denken. En misschien in materiële zin heb ik niet zozeer een droom. Nee. Maar als je het nou echt over een droom hebt, dan hoop ik gewoon dat ik heel oud mag worden. Dat klinkt misschien een beetje pathetisch, maar dat hoop ik. En samen met Guus. Die uilschiet ik voor zich mieter, hoor, Drek, hoor. Ja. Ik ga hem echt vervelen, want je vraagt ook. Het is een koekoek. Is het een koekoek? Toch? Ja. Wat ik vertel.
Ga je het vertellen? Heb ik nieuws? Ik heb nieuws. Goek, goek. Ik de hele dag aanroep. Die is toch goed? Koek, koek, oeh. Oh ja, natuurlijk. Ja, koek, koek. Lul zeg. Is niet opgenomen, jongens. Dit mag er gewist worden. Heb je nooit overwogen om te stoppen met roken? Elke dag. Als ik er last van heb, dan zou ik mooie kleren ding. En echt waar, ik betaal echt 25 gulden per maand aan de natuurfonds soms. Maar dat is toch niet nodig? Zo nuttig dit. Nee, maar wat jij zegt over ook, klopt. Oh, maar ik ga er beter even stoppen, nou. Je moet gek van. Kijk, hij! Bloedelt. Hoor dan, stil! Ik maan hem tot stilte. Is het humor of niet? Oké, okay. Als je er last van zou hebben, dan zou je stoppen met roken. Maar je hebt er geen last van. Nee, het gaat hier om. Ik heb mijn kinderen beloofd, als hun, en daar spaar ik echt voor. Mm-hmm. Als hun dus tot hun 18 niet roken. Ja? Hey, ik was 7 jaar ben ik begonnen met roken. Dus dat is erg jong. 7 jaar? 7 jaar, ja. Ja, dat is jong. Liep ik klaar over met een check in mijn mond. Kun je het voorstellen, op de verduurbaan. Klaar over. Kun je het voorstellen. Je zou hier toch een klets voor je mijl krijgen van iemand die groot is. Maar goed, je kinderen worden 18, hebben niet gerookt en dan? Krijg ze een auto. Krijg ze een auto? Ja, krijg ze een auto. Maar laat niet eens je red zien. Kan ik erin? Ja. Vind niks. Lach jij maar. Je moet het veel dieper, hè, schat. Je moet iets dieper. Waarom? Oh. De dobber moet een stuk omhoog. Oh, oké. Okay. Het is wel een expert aan het woord, zeg. Ik heb het vroeger als jongetje gedaan, maar mijn zusje was succesvoller. Dat is vies. Maar dit is rustgevend, zeg. Dat zeggen ze. Ja. Ja. Het hoort rustgevend te zijn, man. Je raakt je zorgen kwijt, dus je zo zit. Zeggen ze. Het zal wel een beetje hetzelfde zijn als in een open haar. Oh, dat is heet! Komt er eerst een sardine voorbij mijn neus. Ik ga mijn tante zeggen, ja, dus helemaal. Ik ga helemaal verkeerd. Ja? Even een nieuw stuk. En wat is hier nou het nut van? Nou, dit heb geen nut, nee. Nou, jij bent nog wel even bezig, denk ik. Dat is niet, nee. Nee, dat is over. Is het nu al over? Ja, maar wat moet ik hier nou mee? Ja, maar dat is mijn schuld toch niet? Als mijn sportjongens mij zien zo. Ja. Ja, die liggen blind. Moet eens kijken wat ik hier allemaal heb. Geen grap meer. Nee, André aan het vissen. Nee, kijk nou hier. Ja. Oh, er zit een gaspedaal. Een poeltje erop. Jongens. Oh. Wat een gedoe. Het is toch vreselijk dit? Ga weg. Ik zit in mijn bril. Leuk hè, zo'n dagje vissen. Hij is weer terug. Je zingt natuurlijk ook liederen die heel emotioneel zijn. Ja. Raakt dat jezelf dan ook? Met het overlijden van Teuntje toen. Toen heb ik de eerste keer een nummer gezongen. Wat, als mensen het niet zouden weten, ging het over een liefde die weg was. Een man die weg was. En mensen die het wel wisten dat het een nummer voor Teuntje was. Dat kon ik bijna niet zingen. Het heette Ik heb je gekend. De hoofdzin is dan Ik heb je gekend en nu sta je als een ster. En kijk ik naar hoog omhoog en wacht ik tot ik naar je toe kan komen. Enfin, zo'n soort
Hele mooie tekst heeft Paul de Leeuw voor me geschreven. En dat was een waanzinnig moeilijk moment. Dat idee van je bent er niet meer, maar nu ben je een ster aan de hemel. Ja. Vind je dat een mooi idee? Ja. Hm. Nou, ze is er ook nog. Mijn vader is er ook nog. Het is niet weg. Nee. Ik hoop dat ze het lekker hebben allemaal. Het wordt wel heel gezellig langzamerhand boven. Wat denk je dat je elkaar nog kunt herkennen? Dat hoop ik zo. Dat hoop ik. Ik zou zo graag een keertje een teken willen afspreken, weet je wel? Ik heb met Guus wel eens gedaan. Ik heb nog steeds niet het goede gevonden, maar als we nou eens een teken afspreken dat alleen jij en ik weten. Ik ga niet zeggen nee, wat. Nee, dat begrijp ik. Ja. Nee, ik pak er wel een, hè? Ja, dat is ook een leuk setje. Paul de Leeuw. 10 jaar terug weer. En Simone. Les Miserables. Ja. De musical. Lijkt me heerlijk om ook zo te spelen. Ja, het is... hoe lelijker, hoe beter. Ja? Ja. Waarom is dat zo leuk? Ja, dat roept iedereen, hè? Dat is heel gek. Het is veel leuker om een slechterik te spelen dan... En je hoeft ook niet mooi te zijn. En je hoeft niet mooi te zijn. Je hoeft nergens op te letten. Ja. Je kunt gewoon wijdbeens gaan zitten. En je kunt alles roepen. Je kunt roggelen. Alles. Alles. Het is zo leuk. Is het plezierig om met Paul samen te werken? Ja, zeer. Zeer. Maar dat is ook iemand die daarnaast is gebleven. Mm. Het is... Hij is vrij ruw. Zeker in die tijd. Want het was voor het eerst dat hij in een musical speelde. En ook met een gezelschap om hem heen. Dus hij heeft best wel moeten wennen aan het systeem. Mm-hmm. Maar hij was letterlijk ook ruw met mij op het toneel. Oh ja? Ik was vaak blauw. En hij was erg druk met die armen en zo. Sloeg ook de lens uit mijn oog. En, nou, dat soort dingen. Maar het is niet erg. Ik hou van hem. Hebben zo plezier gehad. Geweldig. André van Duin. Uniek. Frans van Duurschoten. Ook uniek. Maar dat was natuurlijk plezier, lachen. Dit is alleen maar lachen geweest, twee jaar. Dit is een circus, dat had ik nooit willen missen. En die man, ja, die timing van die man, dat is... Maar ja, dat roept iedereen van, maar het is echt waar. En ik heb heel veel in de coulissen gestaan om te kijken hoe die dat nou deed. En ik ben er nog niet achter. De timing van André? Ja. Want ze roepen nu wel eens tegen mij, jezus, wat heb je een goede timing. Maar ik heb dat toch van hem geleerd. Het is een meester. Erg veel plezier gehad. Maar vlak Frans niet uit, hè. Dat was toen in hun toptijd een fantastisch aangever. Ja. En zonder aangever is, geen ster. Is zo'n revue ook niks. Heel leuk. Maar je zou graag oud willen worden in het vak? Zolang ik het leuk vind, doe ik het. Als ik het niet leuk meer vind, dan hou ik het niet op. Dan ga ik misschien nog alsnog naar Afrika. Om te helpen. Om te helpen. Dat kan niet meer. Ik naar rechts, naar rechts draaien. Dat kan niet meer. Oh, ja. Goed, kapitein. Het leuk zo. Is een idee. Ja, je picknick nooit. Liever niet. Nou ja, ik ga wel aan, niet van strand. Je had helemaal niet van strand. Ik kom nooit aan het strand. Dat meen ik echt. En dat zeg je nu? Ik probeer dat gezellig te maken. Ja, ik heb eieren staan koken vanmorgen. Hey, ik ga wel helemaal niet van strand. Ik vind het zo smerig. Ja. Dus kijk wat een klauwen je moet. Met de kinderen ook nooit naar het strand geweest? Mijn kinderen gaan naar het strand. Die gaan met oom en opa mee. En, maar jij niet? Wij zijn geen strandmensen, nee. Ik heb nooit een vakantieplek. Nou jongen, dan fijn dat je er was. Maar dat mag niet uit. Ik bedoel, ik neem het mee in mijn gedachten gewoon. Je wordt later ook wel gepraat. Nou. Nou. Nee, zo. Die volgens mij toch de kleur. Die is Zijn we uit, hè? Zie je dat je het wel gezellig vindt? Nee, kijk maar, ik zit er zo'n zand in mijn klauwen. Ja, maar... maar ik vind het wel lekker, dat gaat het niet. Oh, hey, man, mag dat? Natuurlijk. Mag ik niet eens gaan? Ja.
brutaal als de pest, man. Hoe heb je dat? Ah, je kent het ook wel zien. Als je deze ziet, dan word je helemaal gek. Waar is je vrouw? Mijn vrouw doet dus wel, weet ik dat niet, joh. Ze heeft zichzelf eruit ge... Nee, dat zal toch niet. Dat schiet lekker op, André. Oh ja, maar die is gemakkelijk, hoor. Niet zelf, hoor. Die is helemaal niet op... De voorgrond. Nou, André, je wordt bedankt. Nee, zij is uitgezocht, hè? Oh ja. Wat waardeer jij het meest in je vrouw, Rachel? Nou, ze maakt zo'n verwarmingselement. Een radiator? Een radiator maakt ze zo met de tandenborstel. Zo'n heldere vrouw heb ik. En, mijn kinderen zien er altijd heel verzorgd uit. Ik kom nooit weg zonder spullen. Ik hoef nooit iets te halen ergens van, dat is vergeten. Je? Ze is heel verzorgend. Zo, zeer zeker. En mijn huis is gewoon, iedereen kan altijd daar. Moet ook gewoon je schoenen van je klauw aftrekken voordat je bij ons binnenkomt. Schoenen in de gang? Ja, in de gang. Maar Stefan, meestal een beetje mooi weer is nog buiten ook. Nee, dat is gewoon, nee, mijn vrouw is zo schoon, netjes. Ze is. Ze hoeft mij niet eens zo goed te wezen. Ze is het wel, maar ze hoeft het niet. Maar voor mijn kinderen. Zo voor mijn kinderen is. Grote pluim. Grote pluim voor deze vrouw. Hoe heb je je vrouw leren kennen? Ik was alleen. En ik kom haar tegen in een discotheek met een vriendin, met Deborah. De hartsvriendin. Ik zeg, kom eens naar me toe, joh. Neem je vriendin mee, neem de meid van je, de hele binnen mee. Maar kom eens gezellig naar me toe, kom eens met me praten. En wij stonden voor de deur. Nou ja, en toen was het gewoon heel raak. Helemaal raak. Gewoon zo snel mogelijk trouwen. Zo snel mogelijk trouwen. Zo snel mogelijk bij elkaar zijn. Ja. Hm. Ja. Dat je dan toch op een gegeven moment besluit om heel snel te gaan trouwen. Hè? Terwijl je al twee keer daarvoor getrouwd was geweest. Ja. Heb je dan niet iets van, nou, even rustig aan? Of, Nee. Ik kan niet alleen zijn. Ik heb gisteravond hier gezeten, dat weet je. En zat ik op het laatst, zat ik alleen. Jullie gingen naar bed allemaal. En ik doe meestal wat licht uit, hè, dat weet je wel. Maar dan kijk ik zo, want dat is fantastisch. Maar denk ik, als ik hier alleen zou zijn, zou ik denk ik aan die boom hangen. Ik zou het niet kennen. Ik zou het niet kunnen. Ik zou het niet kunnen. Het is zo schitterend mooi hier. Zo schitterend mooi. Maar als ik hier alleen zou zijn, ik zou gek worden. Ik zou gek worden. Ik moet mensen op me heen nemen. Hmm. En ik zou niet weten wie ik uit moet nodigen, maar ik moet mensen hebben. Heb je ooit een moment gehad, hè? Maar misschien meerdere momenten, dat je dacht, nu gaat het echt niet goed met me. Ik ga het verkeerde pad op. Ja, vaak. Heel vaak. Heel vaak. Daarom kan ik ook zo heel goed begrijpen dat af en toe jongens die heel veel succes hebben, die aan de spuit gaan of aan de cocaïne gaan of zo. Ik kan dat begrijpen. Ik doe het gelukkig niet. Ik verdrink het. Nee, ook niet goed. Maar wat is dan het? Nee, is dat, het zoeken naar. Hoe moet je dat nou uitleggen? Kijk, als je in de. Je wordt erg populair. Nou, wat krijg je dan? Hazes, hazes, hazes. En dan krijg je natuurlijk. Ja, dan krijg je gewoon body hier, eerlijk is eerlijk. Maar aan de andere kant denk je. Ja, jullie gaan direct aan de voorkant. Lekker in een stapje in de auto. Jullie mogen direct weg. Die moeten nu wachten tot jullie weg zijn. Dat ik ook weg kan rijden. Het is heel moeilijk. Nou, en de een heeft dan. Cocaïne nodig of heroïne. En ik heb dan af en toe een biertje nodig. Weet je dat ik het toch opvallend vind dat je als verlegen meisje, hè, toch hebt gekozen voor het toneel? Ik denk dat dat toch. Ik moet die fantasie kwijt, weet je wel, die ik als kind had. Het je kunnen verplaatsen in
een ander. En dan is het misschien niet zo eng meer. Dat is het misschien. Dus de fantasie won het van de verlegenheid. Hè? Ja. En als je als een ander op het toneel staat, dan kun je natuurlijk... gek doen en je kunt ontroeren of amuseren of mensen laten lachen. Dus het is makkelijk. Eigenlijk de afleiding, het afleiden... Van jezelf. Van jezelf, ja. Ja. Wat voor boek heb je bij? Ik heb een liedjesboek bij me. Dat heet Bij ons in de Jordaan. Ja, dat is meer voor anderen eigenlijk. Eigenlijk ja. Wel. Voor onze medebewoner van het huis. Ja, maar ik vind het zo, ik vind smartlappen zo leuk. Heb je nou een lied waarvan jij zegt, ja, dat vind ik erg mooi? Nou, dat zit hier toevallig voor. Dat zit niet in het boek? Maar dit is ook helemaal geen smartlap. Dit is een vrij recente tekst geschreven door Robert Lop. En ik sta heel erg achter dit nummer. Vanwege de inhoud, toch? Ja, ik vind het heel duidelijk. Ik vind het spreekt mij heel erg aan. Zal ik het even voorzien? Wie zal de zon en de maan laten schijnen? Zou jij verdwijnen? Hoe moet dat dan? Wie zou mijn huis en mijn hart met me delen? Mijn lichaam strelen? Wie doet dat dan? Wie laat er ooit nog de lente ontluiken? Wie geeft de struiken hun blaadjes weer? Het zou zonder jou misschien allemaal doorgaan. Ik zag het waarschijnlijk toch niet meer. Al zou mijn hart nog wel door blijven kloppen, alles zou stoppen, alles sterft af. Als het aan mij lag, dan blijven we samen eeuwig en amen. Tot aan het graf. Wat een geweldig nummer is dit. Die ga ik heel opnemen. Ik had je lief en jij mij nog meer. Ik wist niet welke kant ik op moest, maar toch was jij hier weer. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Dan zeg je, maar je hebt niet op je ontzettend op je bier. Toen is maar, volgens mij niet de poel, volgens mij. Ah, moi, ça aurait pu être là, François, on dit pas, je me réserve, bien sûr, t'as bien, on dit, je vous avais dit, les petits, hein. Ah, François, bonsoir. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Villa Velderhof. Een bijzonder liefdevol en liederlijk samen zijn. Een paar dagen een stukje hemel op aarde. Liefs, Simone Kleinsma. Als het leuk wordt, moet je alweer weg. Jij, Rick en iedereen waren geweldig. Gastvrij en erg lief. En je weet het. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Hey, jongens, allemaal, jullie allemaal. Hè. Veel liefs, iedereen. Dat was heel leuk. Ja. Jij ook. Dag. Dag. Doei. Dag, moet mee. Mijn hoedje. Ik zie me niet. Hartelijk dank. Je bent een fantastische gozer. En ook je crew. Okay. En iedereen die bij je werkt. Echt fantastisch. Grote klas. I love you all.
Nou, doe me zeer. Ja, ja, doe me zeer. Zo blijven. Oh, niet blijven. Ja, kom maar. Nee, precies. Laten we wat meer naar elkaar omkijken.